Christen Niegaard, ongelooflijk trots denk ik op het boek wat u in uw handen heeft. Dat vind ik, Sam Walker die heeft deze foto van mij gegeven. En vertelde dat hij zijn zoon, die heet Christen, heeft hij genoemd naar mij. En ik zeg, Sam, dat kan toch niet waar zijn? Zeg, natuurlijk, dat vind ik zo leuk. Weet je. En het boek? Nou, het boek vind ik zo leuk om te lezen, om al die verhalen wat ik net gehoord heb van Jan Visser en Tim Dekker. Weet je, over die kleine verhalen van vroeger, alles. Dat vind ik nou, dat was zo leuk om dat weer op te halen. Zo, om weer te zien wat ik nu met al die mensen en wat ik, dat ik hier bij al die mensen weer. Hoe gaat het eigenlijk met u? Dat gaat heel goed. En die motivatie is zo belangrijk voor mij. Om hier vanavond zo te zijn zoals jij mij ziet. En dat is nou de gezondheid. Wat ze voor me zei, weet wel, 2% om te hebben kans om door te leven. En dat die motivatie is dan, van die 2% tot nu, is die zo belangrijk. En die motivatie is dat ik weer die jongens zie, met Theo, met Hugo, met Henk en alle mensen die hier, die molenaars, allemaal. Het is eigenlijk één grote familie. Ja, en dat is nou het geheim van de beste. De beste team van de wereld, dat is zo. Hoe vaak ziet u het huidige AZ eigenlijk nog spelen? Ik zie ze heel weinig. Ik heb ze niet gezien spelen eigenlijk. Maar Maarten Martens zit er het langste, die kent u natuurlijk het beste. Wie? Maarten Martens. Ja. Is dat een beetje een type Christen Niegaard? Dat weet ik niet. Ik weet niet eens hoe die speelt. Maar soms heb ik een... Hugo die zei tegen mij op een gegeven moment spraken we dat een Poolsen die speelde beter op zijn plaats. En dan heb ik dan tegen Hugo gezegd, dan moet je even tegen hem zeggen hoe hij de 1-2 moet maken met die middenvelders, weet je wel. Dat soort kleine dingen. Dan weet ik dan dat een Deen hier gekomen is. En alle Denen die hier komen in Nederland komen te voetballen, die worden heel gelijk of snel geaccepteerd. En dat vind ik nou belangrijk. En daar doen wij, ik ook, een beetje bij om te zeggen, nou, die Denen die zijn heel snel beschikbaar voor een goed team. Dus het doet u wel goed eigenlijk dat er eigenlijk veel Scandinaviërs en niet alleen Denen, maar ook IJslanders nu bij AZ weer zijn? Nou, dat vind ik nou, dat is nou, dat ze hebben gezien, bijvoorbeeld hier bij AZ, nou ja, ze hebben een Christen Niegaard gehad. Hij was niet zo slecht, weet je wel, maar dat soort dingen. En zeggen, nou, laat me dan een ander deen, misschien zou dat wel goed komen. U moet weer door, hè, want er zijn heel veel mensen die met u willen praten. Plezierige avond. Oké, hartstikke bedankt. Hè.